could end. My heart was crying. Didn't see how I could be. Didn't feel I could be free. Still I was trying. Suddenly something appeared. Suddenly some darkness cleared. My heart was sighing. And then some light came in. Ja, met mij is het goed. Dus. Ik heb geen vragen verder. Maar misschien heeft een van jullie iets te melden. Wim. Het woord toeval. Of toeval bestaat niet. Ja, dat valt toevallig om, dat ding. Ja. Hè? Net als je dat zegt. Zou je er iets over kunnen zeggen? Toeval. Als het tijd steeds meer gebeurtenisjes die niet leuk lijken te zijn, vervelend. En dan uiteindelijk toch een doel, een duidelijk doel te hebben gehad. Oké, zoals? Telefoon die stuk gaat. Vakantie, weer in een vreemd land, taal niet machtig. En dan ben ik van WhatsApp verlost. Een week in WhatsApp, ik ga er niet meer door. Dan is het
inderdaad lijkt me tot dat moment een vervelend iets. Mm-hmm. En ik vind het een prettig idee dat ik niet meer de hele dag zo hoef te lopen. Maar om daar een doel of betekenis in te leggen, dat ik heb daar niks mee. Dingen die gebeuren dus, en afhankelijk van ons zo zijn, zien we iets als een mogelijkheid of kopen we zo snel mogelijk weer een nieuwe. Dus het is een menselijke neiging om in spontane gebeurtenissen, betekenissen, plannen of doelen te projecteren. Voor mij werkt dat zo niet. Een ander ding wat hier wel mee te maken heeft, is dat naarmate we helderder of ruimer worden, net hoe je dat zeggen wil, dat je patronen beter gaat herkennen. Dus dat je beter kunt onderscheiden wat de mogelijkheid is of als een signaal op te vatten of te gebruiken. Maar er is niemand die daar achter de schermen iets zit te regelen voor Wim of voor Hans of voor wie dan ook. Maar dan is het toch wel een signaal zoals je noemt? Een signaal, maar daar kun je dus verschillende dingen mee doen. Ja. Een stoplicht is, hè, die geeft ook signalen. Ja. Je kunt doorrijden bij rood. En dat kan goed gaan, maar dat was geen bedoeling. Het stoplicht bedoelt niks. Dus het is een menselijke neiging om te geloven, dat zijn oude religieuze of spirituele mythen, om een goddelijk plan te veronderstellen of iets dergelijks. The universe doesn't care about us. Maar er zijn mogelijkheden die herkend kunnen worden. En dus iets wat een tegenvaller lijkt, kan een prettige bijkomstigheid blijken te hebben. Maar het was niet zo gepland. Dus dat bevrijdt ons meteen ook van het zoeken naar allerlei betekenissen of mysterieuze plannen. Oké, goed. Thanks. Mensen zeggen altijd, alles heeft een reden. Dat is ja, dat is kletskoek. Dat vinden ze leuk om te zeggen. Omdat dat zijn dus christelijke restdingen. Want er was zo'n God en geen mus viel van het dak zonder dat hij het wilde en zo, weet je wel. Nou, meestal vallen ze van het dak omdat hun hart het begeeft of ze hebben het te warm. Maar er zit geen plan achter. Vinden we leuk. Als dingen een betekenis hebben, dan is het niet zo willekeurig allemaal. Dus daar is een soort, om onze verontrusting te bufferen. Ik had de waarde in de wereld misschien. Ja, maar het is als het gaat over hoe zitten dingen of over waarheid, het is gewoon een illusie. En veel mensen voelen zich prettig door allerlei illusies te hanteren. I get that, maar it doesn't work that way. En er is nog iets leuks bij, van als mensen al geloven dat dingen plannen of bedoelingen hebben, bijvoorbeeld vanuit een christelijke gedachtegang, waarom dan jammeren over dingen, want dan is alles Gods plan. Dus het zijn dingen die worden hier geloofd, maar het gaat niet heel diep. Ja, want als alles Gods plan of whatever voor plan van wie dan ook zou zijn, dan als ik dat echt geloof, dan valt er nooit meer ergens iets over te klagen. Ik mag het niet begrijpen, want de wegen zijn ondoorgrondelijk, maar het was een plan. Dus ja, mijn kind valt dood neer, cool. Die is nou bij God, toffer wordt het niet. Want dit hier, dat deugt niet. Het gaat om het hiernamaals, niet om hier. Dus hoe eerder dood, zou je vanuit die redenering kunnen denken, hoe beter het is. Maar zo leven de meeste gelovertjes niet. Dus ik geloof niet zo in dat geloof. Lichamelijke mankementen, dus stel dat je last van je knie krijgt. Ja, dat is dan maar. Nou, of dat daar dan ergens voor staat, dus voor vooruit gaan. Of... Je mag daar van alles in projecteren, er zijn hele boekwerken over. Ook daar heb ik niet zo heel veel mee, wat niet wil zeggen dat je niet eens contact kan maken met een pijnlijke knie of een ander mankement om te kijken of er iets opkomt.
Maar om daar nou vanuit een statische theorie te zeggen van basically is het, if you break it down, betekent het, het is je eigen schuld. Jij doet het verkeerd, daarom heb je kniepijn of kanker. Dan denk ik van oké, wat heeft die AIDS-baby gedaan dan? Ik vind het een raar verhaal. Maar nogmaals, je kunt wel gaan onderzoeken als je ergens pijn hebt of je voelt verkramping. Als je daar contact mee durft te maken, en van, dus niet vanuit een filosofie of zo, maar gewoon gaat voelen, kijken en luisteren, kan het zijn dat daardoor dat je contact maakt iets verandert. Of iets opkomt, of dat het je iets zegt. Maar om daar meteen wetten van te maken, van dit betekent altijd dat. Ik vind het een beetje akelig, hoewel het als helpend wordt gepresenteerd. Dus geloof niks, is mijn motto. Maar wees bereid om te onderzoeken. Weet je wel, maar wat je gelooft stuurt heel erg waar je je op richt. En het beperkt je meteen. Want als je gefocust bent op dit, dan zie je dat al niet meer. Als je je blik open hebt en je gaat gewoon op de tast. Dus niet vanuit een idee, ik weet alles al. Vanuit een boekje of whatever. Weet je wel, maar gewoon op de tast voelen, kijken, onderzoeken. Wat het je tonen wil eventueel. Dan kunnen er ontdekkingen gedaan worden die vrij zijn. En niet theorie geleide ontdekkingen. Zelfs wetenschappers hebben daar last van, hè. Die horen dan wetenschappelijk te zijn, maar ze denken dat iets zus en zo zit, dan gaan ze onderzoeken en ze filteren onbewust de dingen uit die niet bij hun doel passen. Dan is het eigenlijk naar mijn idee al geen onderzoek meer, maar iets, een soort tunnelvisie. Dat is een beetje jammer. Dan hebben we dat allemaal, dus een menselijk trekje. Maar zeker een spiritueel of wetenschappelijk onderzoeker zou dat moeten weten. En af en toe even back off. Oké, dit is een tussenconclusie. Zet geen punt, maar een komma of een vraagteken. Wat betekent dit? Is er nog een diepere manier van daarnaar te kijken? Of zit ik gevangen in een geloofsconstructie? Is dit zo of geloof ik dat het zo is? Of lijkt het daarop? Of wat mensen vaak tegen mij zeggen van ja, maar het voelt toch echt zo? Ja, dat kan wel zijn. Voor een, zeg ik dan altijd maar, boeddhist als ik ben, voor een heroïne junk voelt heroïne heel goed. Dus hoe het voor je voelt, zegt mij niks. Als dan deze lag, aan mijn ego zou ik maar zeggen, dan dronk hij de hele dag bier. Want dat vindt hij lekker voelen. Maar het is een super stom plan. So I don't. Niet nooit, maar niet de hele dag. Nou, als ik nou beter mijn chakras zou instellen, dan zou ik veel beter tegen drank kunnen. Wat ik heb, hè, ik wil graag wakker worden en ik voel heel veel en ik denk van oké, dit klopt allemaal wel, maar ik vind die droom ook nog steeds zo lekker. En ik vind het zo moeilijk om dus uit te stappen. Dus wil je niet wakker worden? Ja, maar. Een deel van mij wel. Ja, dat is mooi, maar het werd net gepresenteerd als dat het was. Nou, dat is dus niet zo. Dat constateer je dan. Er is dus een deeltje wat iets wil en een groter deel niet. Ja. Dat is dan de waarheid voor dit moment. Dus maakt het niet uit wat ik doe? Dat heb ik niet gezegd. Nee, nou ja. Dat is een ander onderwerp. Maar ja. Het is altijd leuk om gewoon te erkennen hoe dingen zitten. Ja. Dus, en we kunnen dan vervolgens gaan onderzoeken van op welke momenten is er dat gevoel of die idee van wakker te willen worden. Dat kan interessant zijn, meestal als de boel knelt. Als dingen zogenaamd lekker gaan en je bent lekker aan het spelen, zou ik maar zeggen, dan wil je helemaal niet wakker worden, want dan wil je van whatever kunnen genieten. Want het leven moet leuk zijn en whatever, van die dingen. Dus meestal willen mensen wakker worden als het knelt. Ja, maar ik vind ook pijn heeft ook een bepaald soort lekker gevoel. Je kunt ook een pijnjunkie zijn. Je kunt genieten van je emotionele pijn. Zeker, en dat telt dus op bij het bakje wat niet wakker wil worden. Waarbij de aanname al is dat als je wakker zou zijn, alsof je dan geen pijn zou kunnen ervaren. Ook de wakkere vindt het niet leuk als iemand een mes in zijn been steekt. Hij maakt er waarschijnlijk minder drama van dan de niet-wakkere. Maar
gaat niet iedere zaterdagavond erop uit. En als je wakker bent, kun je ook nog kicken op je ego? Nee. Nee, niet? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nooit meer. Nee, ego kan wel opkomen, maar daarop kicken is een heel raar verhaal. Ego is een verstoring. Okay. Weet je wel, dus daar valt weinig op. Dat is net zoiets als gaan kicken op... Nou, inderdaad, een sadomasochist zou dat doen, maar gaan kicken op pijn. Ieder organisme, tenzij het gestoord is, heeft liever geen pijn. Het lichaam, als we daarbij houden, die heeft ook liever geen ego. Want het ego helpt het lichaam niet, het stoort het constant. Het lichaam weet exact hoe het moet functioneren. En het ego is geen hulp. Het is een ding wat zichzelf loopt te genieten en daarmee in stand wil houden. Maar de afwezigheid daarvan is echt een stuk leuker. Dus het ego roept, ik vind die emoties zo leuk. En hoe kom je van dat ego af dan? Ja, dat is weer een ander onderwerp, dus even stap voor stap. Oké. Okay. Dus als je erop gaat letten, dus voordat je van iets af wil, is het handiger om eerst te gaan kijken wat het is en wat het doet. En vanuit mijn perspectief, wat ik dan zie, is dat die ego-beweging is het constante recyclen van dezelfde verhaaltjes en dezelfde emoties. En dat noemt hij dan leuk. Ik noem dat saai. Want het is altijd hetzelfde. Het heeft maar 2-3 grondpatronen. Het heeft maar een handjevol emoties. Het is echt fucking boring. Helderheid of compleetheid of grenzeloosheid, zo je wil, of niet-beperking, is stukken interessanter. Maar het is niet emotioneel, dat klopt. Maar emoties zijn echt saai. Dat is voor kinderen. Je moet dus dan springen en dansen van blijdschap en instorten van ellende. Weet je wel, maar als je 12 bent geweest, dan... Ik vind het een beetje een raar verhaal. Iedereen doet dat hoor, maar ik vind het dus een raar verhaal meestal. Je bent zelf constant geamuseerd. Lichtelijk geamuseerd ben ik, ja. Non-stop. Dus ik zou eerder zeggen een mild gevoel. Emoties zijn die heftige dingen. Hè? Emoties zijn eigenlijk overreagerende gevoelens. Dus gevoelens die horen gewoon bij het leven. Emoties is het opkloppen ervan. En die kunnen nog ook in een natuurlijke situatie voorkomen, maar dan is het weg. Dus een schrikreactie bijvoorbeeld, dat kan. Dan stort een piano naast je neer, wakker of niet, je doet toch even, tjonge. Schrikt het ego dan? Nee, je lichaam, je organisme. Het ego gaat van, oh jee, daar heb ik geluk gehad, en die gaat zijn vrienden bellen en die gaat er 3 weken over bezig. Dat is het ego. Als je gewoon bent, dan boom. Schrik. En dan begint de hartslag alweer te kalmeren. En dan denk je hooguit van, ja, zonde. Dat is een mooie piano. En dan ga je verder je boodschappen doen. Er is niks gebeurd namelijk eigenlijk. En als het wel op je geland was, nou, dan was de zaak ook opgelost. En het, wat je zei, van hoe kom ik daarvan af... Het van dingen af willen is het ego. Helderheid, die ziet gewoon dingen zoals ze zijn. Die wil nergens van af of nergens naartoe. Het ego heeft maar 2 modussen. Het wil iets hebben of het wil iets kwijt. Daarom zei ik al dat het zo fascinerend interessant is, het ego. Niet dus. Het wil iets hebben of het wil ergens vanaf. Meer zit er niet op. En daar is alle heisa over. Want als die dan krijgt wat hij hebben wou, dan is hij heel blij. En daarna vrij snel teleurgesteld. Want het valt meestal tegen. Mm-hmm. Weet je wel? En als hij niet krijgt wat hij hebben wil, dan wordt hij gefrustreerd, bitter, wraakzuchtig, gedeprimeerd. Hij maakt er een hele toestand van. Van 2 bewegingen. Dat vind ik dus heel saai. 2 bewegingen is echt saai. Als je die 3 miljoen keer gezien hebt, dat is echt genoeg. Er zijn heel andere bewegingen waar te nemen die meer dansend lijken in plaats van een A naar B proberen te komen. Stukken interessanter en dat gaat vrij natuurlijk en dat is vrij muzikaal. Dat is net God, hij, hè? Dan heb je ineens koffie en licht.
geen relatie tussen. Pardon? En er is geen relatie tussen. Waar tussen? Tussen de koffie en de bril. Nee, maar het is wel leuk om het op te merken en dan lijken er relaties te zijn. Ja, ja, mooi hè? Maar het wordt wel dezelfde man gedaan. Ja. Ik zie wel een relatie. Wie? Ik dacht net, volwassenheid, zou je dus ook eens een soort vorm van streven zien. Zou emotie daar dus ook eigenlijk niet mogen passen? Jawel, maar op een volwassen manier ervaren. Dus zonder het dramatiseren van dingen. Ik bedoel, je kan geraakt worden. Weet je wel, je kan verdrietig zijn, maar je kunt ook verdrietig zijn en er nog 100 herinneringen bij halen. En wat ik net zei, iedereen opbellen en daar een enorme toestand van maken. Dat zal bij een volwassen wezen naar mijn smaak niet gebeuren. Maar geraakt worden of een keer verdrietig of geïrriteerd zijn, yeah, sure. Wakker zijn of volwassen zijn is iets anders dan robot zijn. En dan is het echt wel iemand bij wakkerheid weg, bijvoorbeeld. Ook dan zijn er nog steeds dingen te ervaren. Maar zoals ik dat laatst al uitdrukte, van als er dan iets gebeurt, is er niet het gevoel het is van mij. Of het bepaalt mij, het is gewoon iets wat opgemerkt wordt. Dus een irritatie of een golf treurnis of... Die identificatie is dus weg. Ja. Dus voor de volwassene, die denkt nog steeds dat hij een iemand is, die heeft nog wel min of meer daar identificatie mee, maar zonder het gedramatiseerd. Maar voelt nog wel alsof het hem of haar aangaat. That's okay, by the way. Maar het reageert niet meer op zo'n kinderlijke of puberale manier. Dus het overreageren en het willen afdwingen van dingen gaat eraf. Iemand wordt ruimer, zou je kunnen zeggen. Ik voel me ook vaak even bijzonder opgewonden over dingen. En dan moet ik dat dan zien en denk ik, wat zijn we aan het doen? Tja. En dan denk je, dat wou zo nodig verlossen zijn, denk je. Iets in ons vindt het ook gewoon lekker, hè? Dus dat te herkennen is ook gewoon nuttig. Iets vindt het leuk om zich op te winden en standpunten in te nemen en meningen te verkondigen. Nou, daar kunnen we dus weer proberen vanaf te komen, wat dus een niet zo handige strategie is. Of we kunnen gewoon, terwijl het bezig is of vermapperd naar de hand, observeren wat daar nou eigenlijk gebeurt. Wat wordt daar in elkaar gezet? Wat is het belang daarvan? Wat levert het op? Of is het simpelweg iets kunnen we ontdekken wat ik, omdat ik het een miljoen keer gedaan heb, voelt dat vertrouwd. En misschien is er enige helderheid aan nodig op het moment dat het opstart, het meteen net als aan de riem te trekken bij de hond, weet je wel, van oh stop, no. Niet weer dit riedeltje. Dat is dus toch een vorm van kappen. En dat kan. Sommigen staat dat aan. Ik noem dat dus wat is de samurai-methode. Maar dan moet je de helderheid hebben om het te zien opstarten. Als je vaag bent, dan is het al 3 stappen in zo'n cyclus bezig en dan moet je het rondje uitzetten meestal. Maar als je helder genoeg bent, dan kun je zien dat de aanzet komt. Er bouwt zich een spanning op en dan wordt er nog iets geroepen of je ziet nog iets en dan, hup, dan is er de legitimering om eens flink los te gaan. Maar dan is het vaak te laat. Ja, hoewel in iedere cyclus zitten altijd breekpuntjes. Net als, ja, die vergelijking maakte ik ook wel eens, iedere ketting heeft schakels. Je hoeft maar 1 schakel te doorzien, of te doorknippen, en die ketting werkt niet meer. Alleen hoe verder we in zo'n schakel of zo'n reek zitten, hoe minder zin we hebben om hem door te knippen. Want dan willen we al lang gelijk hebben, of whatever, of genoegdoening, of iets. Vandaar dat ik wel eens riep van,
Ego die leeft eigenlijk bij voorkeur in de schemering. Als het volle licht erop staat, dan doet hij het niet. Dan krijgt hij de kans niet in de volle duisternis van bijvoorbeeld de droomloze slaap of in Samadhi is hij er helemaal niet. Dus hij kan niet tegen volledige duisternis, niet tot tegen volledig licht, maar wel zo in die halfwereld. Waarin we nog een beetje, daarom noem ik mensen dan graag slaapwandelaars, van het beweegt wel en praat en het heeft de ogen open. Maar het is niet echt levend. Ja, dan kunnen we dus onderzoeken in onszelf. Heb ik liever helderheid die een eind maakt in feite aan mijn verhalenbreierij? Of heb ik liever die verhalen? Het kan zijn dat als je dat eerlijk onderzoekt, dat je tot de ontdekking komt, nee, ik heb liever die verhalen. Nou, tof. Maar hou dan op, zeg ik er altijd bij, zoals van de week in een e-mailcontact met iemand. Hou dan op met jezelf wijs te maken dat je volwassen of wakker wil zijn. Het is gewoon dan niet waar. Dat is niet erg. Maar hou dan op jezelf te martelen om van alles uit te halen om volwassen te willen worden of wakker te worden, terwijl je het helemaal niet wil. Wat is de point? Ga dan een cursus ruzie maken doen of weet ik veel, something. Of lees dat boek van Schopenhauer, De kunst van het gelijk krijgen. Dan leer je nog eens wat. Want je hoeft gelijk niet te hebben om het te krijgen, hè? Iemand die zijn hersens leert gebruiken, die kan gelijk krijgen. Terwijl hij de grootst mogelijke onzin verkoopt. De meeste mensen hebben toch niks door, dus. Kun je leren. Want als je over het ego praat, dat klinkt bijna alsof het een soort van entiteitje is of zo, zeg maar. Kan ik dat ook zo zien? Of is het meer dat mag. Een patroon? Ja, het is een beweging eigenlijk. Een beweging waar we onszelf voor gaan aanzien. Dus net als bijvoorbeeld denken, hè. Als je gewoon observeert vanuit helderheid, dus een beetje vanuit achteren, wat je dan ziet, is dat er gedachten verschijnen en weer verdwijnen. Maar je ziet geen denker. Er is geen bron of geen punt waar die gedachten vandaan komen. Die worden niet ergens gemaakt. Iedereen veronderstelt gedachten, nou dan is er ook een denker. Dus ik ben de denker. Maar er is geen denker. Er zijn gedachten. Er is ook geen emotiemaker. Er verschijnen emoties. Maar wat wij doen is het ons toe-eigenen. Ik heb die gedachten gemaakt. En vervolgens gaan we zeggen, oeh, dat was een akelige gedachte. Als die afwijkt van ons normen setje. Of, oh, dat was een nobele gedachte. Dus wij eigenen het ons toe. Terwijl als je gewoon helder bent, dan zie je gewoon gedachten langskomen. Sommige zinniger dan anderen. Sommige plausibeler dan anderen, sommige fraaier dan anderen, whatever. Maar er is gewoon een stream of thought. Maar niet een denker. Begint je dan te identificeren of zo? Voilà. Van het ego. Yes, en die identificatiebeweging zou je het ego kunnen noemen. Maar het is een beweging die plaatsvindt, iets pakt het. Dat is mijn gedachte. En dan zit die gehechtheid daar dan in. Yes. Terwijl als je in een ontspannen of een heldere toestand bent, dan komen er gedachten voorbij. Maar ze zijn van niemand. Ja, je kunt ze ook niet verliezen daardoor. Nee, en ze zijn strikt genomen ook niet zo heel belangrijk. Tenzij je met iets bezig bent. Ik ben dan aan het schrijven, nou dan pik je er gedachten uit die interessant lijken en die een soort samenhang hebben. En uiteraard, uiteindelijk komt mijn naam op dat boekje, maar ik was eigenlijk gewoon getuige. Een stream of thought en daar worden dan dingetjes uitgehaald en neergezet van oh, dit is een leuk beeld of dit verheldert dit aspect of dit is gewoon grappig of whatever. Net als met muziek, ik hoor klanken of ik zet iets aan en dan ontstaan er patronen, ja, en als ik dat dan opneem kan ik mijn naam erop zetten, maar eigenlijk ben ik de toehoorder. Maar omdat ik dan die toetsen indruk of die snaren aansla of het inzing, ja, ben je dan ook een soort van de vertolker of zo. En we zijn dan gewend de naam erop te zetten, maar
wat ik ben is niet muzikant of schrijver. Dat is een functie die optreedt. Net als dit, nu is die dan, hoe heet dit, zatzanggever. Maar dat is een rol of een functie die optreedt, maar dat is niet wat ik ben. Strikt genomen ben ik daar net zo goed getuige van als jij nu. De satsang vindt plaats. Ik zit meestal aan deze kant, dus dan noemen ze dat hij dat dan doet. Of zoiets. Maar als jullie hier niet zijn, dan is er geen satsang. Dus het doet het alleen als er een interactie, een wederkerigheid is. Er moet een hoeveelheid energie aanwezig zijn. En dat kan één mens zijn of een groep, dat maakt verder geen verschil. Maar dan pas kan er een soort beweging ontstaan. Nou, iemand die heel erg in die ego-mode zit, zal dat claimen. Dus iemand die, nou dat zou raar zijn, maar het komt voor, iemand die satsang geeft en dan geïdentificeerd is, en stel dat iemand, dat zou kunnen, iets inziet, dan kan die dat gaan claimen. Van, ja, dat heb ik gedaan, dat die ander dat inziet. That would be stupid. We waren er getuigen van dat dat gebeurde. Maar niemand heeft het eigenlijk gedaan. It just happened. Is dat best ver weg van de dagelijkse praktijk? Ik ben er weer aan het solliciteren. En dat moet je heel de tijd allemaal invullen zoals je zou zijn. Ja, ja. Het is zo. Daarom moest ik ook 3 keer solliciteren voordat ik deze baan kreeg. Ik kon niet zeggen wat ik was. Dus. Nou, dat bleek in de 3e ronde het enige juiste antwoord. Ja, maar goed, kijk, weet je, daar is zoiets van. Ik heb die voorbeeldje ook vaker gegeven van. Een leerling komt bij een zenmeester en die zegt van, ja, meester, ik heb ingezien, zeg maar, dat leven is schaken. En als je gaat schaken, dan moet je je aan de regels houden. Mm-hmm, zegt de meester, dat klopt. Maar je hoeft niet te schaken. Dat geldt dus ook voor sollicitatieprocedures. Ik zou me kunnen voorstellen dat ik daar naartoe ging en dan komen ze met zo'n checklist en weet ik veel wat. En dan zeg ik van, als ik die moet invullen, dan wil ik hier al niet werken, maar we kunnen wel praten. I won't play that way. It's bullshit namelijk. Maar we kunnen wel kijken of er een connectie is. En als je een beetje kan kijken, heb je al die lijstjes niet nodig. Dan weet je of iemand geschikt is of niet. En misschien dat je hooguit moet weten van of iemand überhaupt kan lezen of schrijven. Dus iets van een diploma is misschien handig. Maar ook dat zegt niet zo heel veel. Maar we kunnen dus enorm in die fuik van het protocoliseren van het leven gaan. I think it's terrible. It's dehumanizing. Ja, zeker. En, natuurlijk, en ik denk een heleboel, tegelijkertijd staan we dit met z'n allen toe, dat dit gebeurt en eigenlijk steeds erger wordt. Omdat we allemaal vanuit onze belangetjes, ik noem dat dan slaafse mentaliteit, maar meespelen in dingen die ons eigenlijk niet aanstaan. Omdat we een beetje slappelingen zijn. Maar je moet je eens voorstellen dat als de helft van de mensen in dit soort situaties zou zeggen, nee, dat doe ik zo niet. Dan veranderen ze zo, want ze hebben mensen nodig. Nou, als die afknappen op die belachelijke formulieren en die idiote sollicitatieprocedures, weet je wel, they will change their tune in a second. Maar niemand zegt iets, dus ze gaan gewoon door. Dat is wat, denk ik, zo zie ik het, Krishnamurti bedoelde met de wereld, dat ben jij. Dus dan kunnen we ons gewoon als mensje, geïdentificeerd, volwassen of wakker, afvragen, waar speel ik aan mee, of waar help ik aan mee en waar aan niet. Ik heb niet zo'n zin om bij te dragen aan dat soort waanzin. Dus ja, dan moet ik dit maar blijven doen. Er zit er geen goede baan in voor mij. Ik vind het lastig hoor. Ik wil niet meer in een baan, dus ik ga een eigen bedrijf beginnen. Maar ja, met zo'n eigen bedrijf ga ik dan mijn ego weer worden. Waarom? Dan werf ik klanten en dan doe ik het goed. Als dat het is, wel. Maar een bedrijf beginnen voedt niet per se het ego. Nee.
Niks voedt per se het ego, maar alles kan het ego voeden. Dat heeft met de houding te maken. Dan moet ik proberen zeg maar, klanten binnen te halen zonder dat ik mijn ego inzet. Of ik mag mijn... Ja, dat is moeilijk. Nee, ik vind het helemaal niet moeilijk. Ik doe het al meer dan 20 jaar. Ja. Ik zeg wat ik te zeggen heb en ik schrijf wat ik te schrijven heb. En degene die het leuk vindt, reageert erop. En degene die het niet leuk vindt, niet. Ja, maar... That's it. Dat is iets anders dan de boekhouding. Nee, dat is helemaal niet anders. Het is exact hetzelfde. Okay. Die verschillen zijn allemaal verzonnen. Dit geldt voor alles. Maar we hebben ons allemaal in de luren laten leggen van het targetdenken. Ze hebben tegen mij ook gezegd, ik zei het laatst nog, ik moet dingen herhalen blijkbaar, geeft niet. Van je kunt beter 's avonds en in de weekenden sessies gaan doen, dan komen er meer mensen. Want dan hoeven ze geen vrij te nemen. Je kunt beter een BIG-verklaring of wat ik hoe dat heet halen, want dan worden dingen vergoed. Nou, ik zeg, daar heb ik geen zin in, want dat heeft niks met mijn werk te maken. 's Avonds sessies doen en in het weekend doe ik ook niet. Ik doe af en toe satsangs in een weekend of weekenden. That's it. Ja, dan heb je misschien minder klanten. Nou, ik lever al 20 jaar van, it's crap. Een ander zei, je kunt beter in Utrecht of Amsterdam gaan wonen, want dan krijg je veel meer klanten. Ik zeg, ja, dan kan ik voor 1500 euro, we hebben nou een gigantische tuin en een flink huis waar we huren enzovoorts, kan ik een eenkamerflat huren. Waar zit de vooruitgang in? Dan heb ik wel een omzet die misschien 3 keer zo groot is, maar voor wat? Het is gewoon idioot denken, maar iedereen laat zich daardoor vangen door dat neoliberale gelul. It doesn't work that way. Ik heb dat nooit zo de dingen gedaan, weet je wel, en het gaat uitstekend. Kasia die is grafische ontwerpster, hè? Dus die maakt onder andere mijn boeken, maar ook websites en weet ik veel wat voor wie allemaal, behalve voor zichzelf. Het werk komt naar dat toe. Als je ergens goed in bent, dan komt het werk naar je toe. Dus je kunt beter zorgen dat je ergens goed in bent. Hoe werkt dat dan volgens jou? Gewoon omdat je ergens van houdt. Maar het komt naar je toe. In welke vorm is dat uit te leggen? Nou, gewoon je ontdekt een paar dingen, zoals in mijn geval. Je begint erover te praten. Sommige mensen staat dat aan, andere mensen niet. Dan komen er 4 mensen op af en dan 10. En dan wordt het te druk in de huiskamer, dan huur je een zaaltje, dan explodeert het, dan komt er een boekje, explodeert het nog een keer, of voor je het weet heb je een centrum. Dat had ik niet gepland. Ik heb gewoon gevolgd wat ik voelde dat ik moest doen. Ik heb me nooit druk gemaakt over targets of hoeveel het moest opleveren of weet ik veel wat. Ik deed gewoon wat me interesseerde. Dat is een veel prettiger en vrijere manier dan al dat van, oh ja, ik moet zo. En ook die verhalen is ook zo mooi. Van dat centrum werd gestart. En dat begon dus met een schuld. Want we hadden toen de tijd geen geld enzovoorts. En ik had 1 keer een satsang dag gedaan. Met 15 mensen. En dan ging ik een heel centrum huren van 2500. Waar 25 man konden slapen. Ik had nog nooit een weekend gedaan. Dus iedereen zei, die is gek. Binnen een jaar waren de schulden afbetaald. En verdienen, jongen, niet normaal. En als het niet was gebeurd, nou, dan hadden we gewoon een leuk avontuur gehad. Niks verloren, maar ik hou ervan om te doen wat klopt. En niet wat de accountant of de target manager allemaal voor waanzin roept. Als het op die manier moet, heb ik er al geen zin meer in. Dan is het geen muziek meer, zou ik maar zeggen. Weet je wel, maar dan is het een fuik van, oh ja, dan moet ik ieder jaar moet ik 5% meer groeien, want anders bedrijven moeten groeien. Op een gegeven moment begon het zo te groeien dat... Dat leidde uiteindelijk ertoe dat ik de stekker er maar uit trok. Groeien, ik wil gewoon mijn liedje zingen. Ik wil niet een enorm pand de hele tijd overeind moeten houden en dan misschien bij gaan dragen aan nog meer panden en dan misschien nog iets in het buitenland. Jesus Christ. Niks ervan, ik heb er geen zin in. Mijn vrije tijd is veel te kostbaar. Dus het is een mindset waar we ingezogen worden, die naar mijn smaak anti-leven is. Die de ruimte uit je bestaan haalt, die voorkomt dat je kan dansen. En dan ben je alleen nog maar bezig met geld en werk en targets en groei. Jesus, ik ben er wel moe ik aan denk. Dus die groei die interesseert me niet of het klopt, of die stemvork ting klinkt. Nou, zo doe ik ook mijn planning bijvoorbeeld. Als ik een jaar moet plannen van
Ja, zo zet ik dat neer. Ja, oké. Natuurlijk kan ik meer plannen. Maar dit is goed zo. Zo zit er een leuke lijn in. Zo zijn er ook diverse weekenden of af en toe een maand niks. Mooi. Dan kunnen wel andere dingen gebeuren. Maar volgens de huidige moraal zou ik juist door moeten jakkeren. Vooral omdat ik geen pensioen heb. Goeroes krijgen geen pensioen, hè? Maar het beneemt je levensgenot, hè? Zou je kunnen zeggen. Als je op die manier gaat leven, ja, absoluut. Ik wil het nu goed hebben, weet je wel. Ik wil nu basically de tofste dag hebben, zeg maar zeggen, die mogelijk is. Right now. Niet als ik 85 ben of 65 of whatever. Nu. Dus daarom roep ik wel eens, ik leef nu al alsof ik gepensioneerd ben. Af en toe een weekendje, een paar sessies in de week. Schrijf een keer een boek, whatever, weet je wel. Een keer Skype-sessie her en der. Ja, I can do that. Een beetje in de tuin prutsen, een beetje lezen. Dan zou je ook veel meer achterover kunnen leunen. Yes. Waardoor je dus eigenlijk veel meer open kunt kijken naar wat er dus zich ontvouwt op de voorgrond. Exact. Terwijl als je in die molen zit, dan word je gedwongen om op een geïdentificeerde manier en dus vanuit een heel beperkte scope te leven. Alles alleen maar binnen dat ding, oh dit moet ik, dat moet ik, moeten doen. Jesus Christ, waarom zou je dat aandoen? Het is eigenlijk een hersenspoeling, hè? Yes. En omdat dus vrijwel iedereen daaraan leidt, valt het niet op. En denken we dat het de norm is, dus andere mensen ja, die gaan dan ook proberen daar aan mee te doen, weet je wel. En heel veel mensen zijn daar niet geschikt voor. Ik denk de meeste niet. Maar dan wachten we gewoon op de hartaanval of de burn-out of de depressie. Weet je wel, sommige daarvan komen naar mij toe en dan komt het allemaal goed. Wees. Ja. Vandaar liever dat idee van dansen, dan van dat leven is van hier beginnen en je moet die finish halen. Dan is het gewoon een heel leven lang stressen. Dansen doe je niet om ergens te komen. Het is gewoon, je volgt de beweging. Dat is cool en dan zie je wel wat er op je afkomt en wat bij je hoort of wat niet. Dan ontdek je vanzelf wel. Ja, als je dan zegt, volg de beweging, dat is dan ook te kijken vanuit die achtergrond dat de beweging daar gebeurt. En dan ga je indruk voelen of het dus voor jou mee kunt dansen, of dat het dus zegt, nee, klopt niet. Ja, of dat het voor iemand anders is. Want je kunt ook bewegingen waarnemen waar je helemaal niet bij nodig bent. Maar als je in die do-modus zit, dan denk je dat je overal bij nodig bent. Mensen die hebben nooit tijd, zijn alles aan het regelen, want ze denken echt dat als zij niet alles regelen, dat de sterren naar beneden komen, de rivieren houden op met stromen, het licht doet het niet meer. Nou, ik heb ontdekt dat ik vrij onbelangrijk ben. Al die shit die functioneert gewoon door, of ik nou rustig in een stoel zit of als een gek aan het rondrennen ben. Dus nou, dan ga ik toch rustig in die stoel zitten. Ik ben te oud om te rennen. Jij zei ook net eerder in deze sessie van vandaag, helderheid, volwassen worden. Wat is nou het verschil tussen helderheid en volwassen worden? Waarom zou ik dat wel willen of waarom zou ik dat niet willen? Nou, helderheid hoort bij alle toestanden, alleen de mate van verschilt zou je kunnen zeggen. Dus in het geval van, als we het verlichting moeten noemen, dan ben je de helderheid. Als je het over volwassenheid hebt, dan ben je nog steeds een iemand die behoorlijk helder is. Een tussenstap. Het volgt niet noodzakelijkerwijs elkaar op. En het is ook niet een hiërarchisch iets. Het ene is strikt genomen niet beter dan het andere. Ik heb wel eens geroepen, ik heb liever 100 volwassenen dan 1 wakkere. Een volwassen iemand is iemand die op een rustige manier met zijn gevoelens om kan gaan en dat niet omzet in piekemoties. Ja, precies. Ja, die ziet gewoon emoties als een van de vele verschijnselen of een van de vele modificaties. Die ziet dat als een energy spike. Ja, want dat is het. Die kijkt ernaar, ziet die energy spike aankomen, dat rolt over hem heen en dat rolt weg. En er zijn dus ook geen oordelen over. Dus er wordt ook niet gevonden dat, laten we zeggen, irritatie er niet zou mogen zijn. Of dat die langer of korter zou moeten duren. Of een aanval van liefde dat het langer zou moeten duren. Er wordt van alle aanvallen geweten dat ze tijdelijk zijn.
En het is de persoon die het label erop pakt. Ja, van dit is positief of nee. Ja, precies. Dus die hele duiding die is ongeldig. It's energy moving, that's it. En of je dat nou leuk vindt of niet, die zullen optreden. Nou, als iemand helemaal geïdentificeerd is, dan zit hij eigenlijk constant in een emotioneel mentale chaos. Als iemand in een volwassen mode zit, dan is er veel meer ruimte. Dus er is veel meer rust, veel meer helderheid, veel meer de beleving van tijd, minder de neiging te willen forceren. Dus meer ruimte om dingen te laten ontstaan in plaats van alles uit de grond te willen stampen. Weet je wel, er is minder geloof in allerlei illusies. Als die wakkerheid er is, dan, ja, simplistisch gezegd, de dingen worden gezien zoals ze zijn. That's it. En het is allemaal heel erg hier. Ja, van vorige satsang vroeg iemand van, ja, je doet dit nou al meer dan 20 jaar, word je daar niet strontziek van? Iedere keer dezelfde vragen. Ja, als je in je denken gaat wonen, dan is 20 jaar hetzelfde doen wel heel lang. En als je dan alle satsangs en alle gesprekken zou gaan optellen, dan wordt dat ja, zoveel jaar heb je dat dan gedaan, continu. Dan denk je van, maar zo werkt het niet. Dit is een eenmalige manifestatie right here. Deze satsang is nog nooit geweest, zal ook nooit meer gebeuren. Dit is heel erg hier en nu. Het is dit. Dus het heeft in die zin niks met de voorgaande of degene die volgen, als we volgen, te maken. Het is allemaal heel erg hier. Wat het dus heel open of fris houdt. Eigenlijk een beetje net als met tandenpoetsen zou je kunnen zeggen. Dat doe je ook iedere dag, misschien wel 2 keer. Dan zeg je ook niet, ja, ik heb nu al 33.614 keer. Nou, godverdomme, ben ik het zat. Weet je wel, je gaat toch gewoon poetsen, tenzij je gaatjes leuk vindt. Dat kan. Of speedsnuif, dan helpt het niet. Gisteren voel ik het onrust heel erg. Ga ik voelen. En dan heb ik echt gevoel dat ik heel erg mijn best te doen ben. En dan toch thuis, dan ga ik toch weg. En dan ben ik echt al wel een uur of zo mee bezig. Dan voel ik hem wel, maar dan ga ik er net niet doorheen. Dan zelfs met verdriet. Dat verdriet wat komt, dat gemis, dat is er. Mm-hmm. Ik vind het moeilijk om daar rouwen. Gitaarspelen is ook moeilijk. Waarmee ik bedoel dat je dat niet in 3 weken allemaal maar beheerst. Dus geef jezelf ook daarin een beetje ruimte om ermee te experimenteren. En te kijken van hoe lang kan ik ergens bij blijven. Hoeveel kan ik er nu van verteren. Want anders gaan we in de perfectievalkuil trappen. Van oké, ik heb begrepen dat ik moet doorvoelen. Ik heb ook misschien begrepen, in ieder geval hier, hoe dat werkt. En dan moet het ook meteen lukken allemaal. Daar is het de wet van de lat te hoog leggen, zodat je altijd faalt. Dus kalm aan, step by step. Dus ook daar weer voor, hou het heel erg hier. Wat wil zich nu tonen? En oké, ik ben nu zo bereid als ik nu ben om het aan te kijken of te voelen. Ik ben niet meer bereid en ook niet minder. This is it. Nou, als je iets lang blijft doen, net als gitaarspelen, is de kans groot dat je daar beter in wordt. Ja, ik zak ook helemaal weg. Ik merk gewoon nog gestrijd in mezelf. Nou ja, er probeert nu ook een emotie te komen. Je hebt er nu niet zo zin in. Nee. Ik ga zo in mijn auto. Ja, denk het ook. Ik heb wel sigaretten, kun je het wegroken? Dat is wel niet dat liedje. Ja, die heb ik niet. In die vorige plek waar we zaten op woensdagavond, dat was in een kroeg. Ja, dan mochten we niet van Niek. Ik mag gewoon iets zeggen of vragen als ik met mijn ogen dicht zit, hoor. Ik ben niks spiritueels aan het doen.
Ja, precies. Is iemand missen een emotie? Valt dat onder een emotie? Missen? Zeg maar. Weet je dat zelf niet? Nee, want zeg maar, je kunt verdriet hebben, maar ik ben 2,5 maand bij mijn man bij me weggegaan. En ja, er is gewoon een soort van God in mijn leven waar hij was. En dat is niet echt eens een emotie, het is gewoon bijna een fysiek iets wat weg is. Dus ik weet niet heel echt of ik het een emotie moet noemen, snap je? Wat doet het ertoe of het een emotie is of niet? Nou ja, omdat emoties uitingen zijn van het ego en een volwassene die emoties, wat zeg je dat je... Ja, maar de meeste mensen zijn niet volwassen, dus die doen wel aan emoties. Ik heb ook niet gezegd dat emoties slecht zijn. Nee, maar ik vraag me gewoon af of dat missen dan echt een emotie is. Nee, maar je kunt het wel anders zien van als er heel veel helderheid is, is missen vrij lastig. Ja. Dus dan valt dat gat weg? Nee, die is er niet. Dus dat heeft heel erg met, laten we zeggen, zelfbeleving te maken. Als de zelfbeleving niet zo heel groot is, dan passen daar misschien een paar mensen in. Als daar eentje afvalt of uitvalt, dan is er een gemis. Maar als die scope heel groot is, dan valt daar zoveel binnen dat als er één element uitgaat, dan er is niet een tekort. En dat is dus iets heel anders dan gevoelloos zijn, by the way. Want alles kan gevoeld worden, alleen die... Als er 1000 dingen binnen een veld vallen, dan is alles, zeg maar, heeft een waarde van 1/1000ste. Als er maar 4 binnenvallen, dan... Dan hangt er veel belang aan die paar. Als er 10 miljoen dingen binnen het veld vallen, dan valt het niet eens op als er één element verdwijnt. Dus daarom is het... Het geeft... Een prettig iets voor heel veel mensen, nabijheid enzovoorts, maar daar hangt altijd een prijskaartje aan. People die. People cheat, people lie, people go away. Dus als je, die mensen, gewone mensen zou ik maar zeggen, die hebben het vaak over verbondenheid. Zo. Dat leidt heel snel tot gebondenheid op allerlei vlakken. Dus dat is tricky business, het is echt, pas op. Iedereen doet dat en daarom doen wij dat ook allemaal. En we denken ook allemaal dat het hoort, want je moet een relatie hebben, je moet een carrière hebben. En je moet, weet ik veel wat je allemaal moet hebben en dan word je gelukkig. Of burn-out, depressief, aan de drank, suicidaal. Want de meeste mensen die ongelukkig zijn, die hadden allemaal een partner en een hond en een huis en een baan. Dus ja, ik geloof niet in die sales pitch. Het lijkt me handiger om niet alleen in de eigen ontwikkeling als persoon en de sociaal-economische context, maar ook een ontwikkeling op het innerlijk, een soort verruiming en verheldering in gang te zetten. Dan komen we los van al dat soort dingen. En dus dat loskomen of los zijn is dus nogmaals iets anders dan gevoelloos. Ik ben totaal niet gevoelloos, maar ik ben ook niet emotioneel. Ik kan juist dingen heel goed voelen. Ik kan meestal zelfs voelen wat er in een ander gebeurt. Waarom? Omdat het niet zo gefocust is op dit ding de hele tijd. Alsof ik zo fucking belangrijk ben. Je kunt mensen zien of voelen of lezen of hoe je dat wil zeggen. Maar niet als je constant gefocust bent op je eigen belangetjes en angstjes en stuff. Dan voel of zie je eigenlijk helemaal niks behalve jezelf. En dan worden dingen heel belangrijk, de mening van anderen bijvoorbeeld. Als er helderheid is, dan doet dat er niet zoveel toe. Wat prettig is, want dan kun je gewoon zijn zoals je bent. En dan merk je vanzelf wel wie wat waarvan vindt. En of ze dan nog wel of niet op de koffie komen. Degene die jou niet moeten, niet. Top. Toch? Is dat even fijn? Ja, precies. Fuck off then.
een bepaalde manier lijkt het alsof ik verder ik zak, zeg maar. Op een gegeven moment blijft het steken, terwijl ik voel dat er een soort ongekende diepte nog is waar het als het waarin kan verdwijnen of waar ik doorheen kan zakken. Ik kan niks doen om mezelf te laten zakken, zeg maar. Het is alsof ik zich nog niet wil openen. Right. Maar op het punt waar ik dan nu lijkt te hangen, dan lijkt het alsof ik iedere keer weer naar boven ga, naar die golfwereld, zeg maar, ga doen. Ja, dus er blijft iets knagen. En met dat ik zeg maar de woorden hoor, het geluid wat er nu komt, zie ik ook van er klopt niks van wat ik zeg, zeg maar. Ik kan niet. Zeg maar, het water blijft gewoon water, of ik nou of in die golven zit of beneden zak. Maar ik voel dat er iets in mij wil gewoon diepte in. Mooi. Wat je kunt proberen, is gewoon die zogenaamde grens die je voelt, gewoon die alleen maar te voelen. Dus niet proberen weg te krijgen, niet proberen er doorheen te breken, niks forceren. Maar gewoon alsof je je vol hand erop legt. En dan gewoon voelen en luisteren. Misschien krijg je een impuls of een signaal wat het van je nodig heeft, zodat die wijkt. Meestal gebeurt het al als je dat doet. Zeg maar waar het lijkt te hangen. Daar blijft dus een soort van rusteloosheid zitten. Of, het is gewoon alsof die aandacht niet helemaal in zichzelf wil rusten. Dus dan gaat het weer omhoog. Of, wacht even. Dat is ongeveer zo'n dingetje. Maar dat dan opstuit, right? Probeer eens een halve meter daarnaast. Of ervoor, of erachter. Of van onder. Soms is de ruimte feitelijk eindeloos, maar dan is er één manifestatie. En daar richten we onze aandacht op. Het is endless space, het is infinite. Maar daar. Ja, daar zit net een harde stukje. Dus het is leuk van te kijken of we daar een beetje mee kunnen spelen. Als je het kunt zien als een ruimtelijk gebeuren, ja, dan zijn er allerlei opties. Gewoon om mee te experimenteren, niet om iets af te dwingen, maar gewoon kijken wat er gebeurt, dat is leuk. Nu zou het dan ook dat kleine stukje kunnen zijn. Dan denk ik soms dat het zeg maar die zogenaamde persoon is die niet is, maar die persoon die wil die compleetheid ervaren, terwijl, yeah. Ja. Hij kan die compleetheid zijn, maar niet hebben. Dus dat moet oplossen. Dat is exciting. En de grap is, in werkelijkheid, jij ziet zowel dat stukje, die persoon, als die space. En je
Dus je bent nog ruimer eigenlijk dan die ruimte. Dus het is alleen een probleem als er de associatie is met dat stukje. Vanuit dat stukje is dit een probleem. Vanuit dat niet. Maar straks had je het op een gegeven moment ook over de wereld om je heen bestaat uit 4 personen, 25% per persoon, 1000 personen, 10.000 personen. Hmm. En hoe meer ontwaakt je bent, hoe groter die scope is. Ja. Als je 10.000 personen hebt, dekt iedereen 1/10.000 deel gewicht en waarde in de schaal. Je zou op een gegeven moment kunnen zeggen, een partner legt meer gewicht in de schaal. Ja, dus die op een praktisch level, ja. Yeah. Als je jezelf niet identificeert met die persoon, dus niet met je ego optelt, zoals je net al zei, telt dan een partner ook voor een 10.000ste deel mee in die grote schaal? Nee, weet je, die vergelijking gaat maar voor een deel op. Op dit moment zitten wij hier met z'n allen. Dus right now I care about you all. En de nadruk valt nou een beetje op jou, dus jij bent nu even iets belangrijker dan de rest van het veld, inclusief deze. En als het daar naar Els gaat, is zij even de belangrijkste enzovoort. Dus het complete veld plus waar de aandacht op valt, is steeds wat het belangrijkste is. Nou, die scope kan heel ruim zijn, maar het gaat dus om datgene wat in beeld is in eerste instantie. Dat kan een innerlijk beeld zijn. Ik kan denken aan mijn overleden moeder en dan is er gewoon liefde. Geen gemis. Meestal krijg ik er een glimlach bij, want het was een grappige oude gek. Weet je wel, in a good way. Dus dat kan een innerlijk beeld zijn wat opkomt. Het kan het zien van iemand. Dus ik zei op een gegeven moment ooit tegen mijn vrienden, 15 jaar geleden, van als ik jullie zie, dan springt mijn hart altijd op, want dan ben ik blij dat ik je zie. Maar als ik je nooit meer zie, ga ik niet huilen. Dat idee. Plus, dat is een ander fenomeen wat ik lange afstandsliefde noem. Ik kan heel goed van mensen houden als ik ze niet zie. Dat is over het algemeen trouwens ook makkelijker dan wanneer je ze wel ziet. Want de meeste mensen, zeker als je ze wat beter leert kennen, die hebben een hele hoop irritante trekjes. Deze niet uitgezonderd overigens. Dus mensen te vaak zien is altijd een slecht plan. Als je wil dat een relatie lang duurt, of een vriendschap, niet te vaak. Space, weet je wel. Want anders krijg je een omkering, wat we allemaal goed kennen. Je komt bij elkaar en oh man, dat is oh. Weet je wel, na een maand of 3 tot 6 begint dat al af te vlakken. En ben je 3 jaar verder en dan denk je, Jesus Christ, daar heb je die klootzak weer. Weet je wel, of trut of whatever. Funny, dus hetzelfde twee figuurtjes, weet je wel. Het kan zo keren. Dus die menselijke liefde, ik heb gezien wat dat allemaal kan doen. En hoe snel dat in haat kan omslaan ook, hè, dat is ook verrassend. 15 jaar ben je het helemaal. En dan doe je iets, of je laat iets. Dus het is vaak niet eens helemaal duidelijk, maar dan ben je de baarlijke duivel. Really? Ik ben geen van tweeën. I'm not great and I'm not the devil. Weet je wel? I am what I am, what I am. Dus het is niet zo, wil ik terugkomen op jouw begin, niet zo metrisch, maar het was puur als een soort vergelijking. Als je je scope beperkt tot maar een paar mensen. Maar weet je, ik heb ook wel eens geroepen, maar toen was ik wat romantischer dan tegenwoordig. Gelukkig is dat over. Maar van basically zou je kunnen zeggen, wandelen jullie gewoon mijn hart in. En dus is er automatisch een caring en zal ik aandachtig zijn en naar beste vermogen proberen iets aan te reiken waar iemand iets aan heeft.
Zo werkt dat. Maar zo werkt dat ook als ik thuis ben, alleen dan lopen er geen mensen rond. Behalve als ik sessies doe, weet je wel. En dan is de caring niet op een mens gericht of op mensen, maar bijvoorbeeld op de tuin of het boek wat ik lees of het instrument dat ik bespeel of de hond die ik kriebel. En vanuit die beleving, als dat te volgen is, is er dus basically geen missen. Je hebt wat je hebt op dat moment. Ja, en dat is altijd een soort compleetheid. En dat is de compleetheid van dat moment. In voilà. Dan wisselen we al naar omstandigheden. Yes. Yes. That's it. Dit is altijd compleet. Tenzij je iets gaat bedenken. Het kost heel veel moeite om de compleetheid, die moet eerst ontkend worden. Dan kun je gaan zeggen, dit ontbreekt er. Dan moet je heel veel energie in stoppen om dat ook reëel te laten voelen. Dit merken we niet omdat we het ons hele leven doen en iedereen om ons heen ook. Dit had niet moeten gebeuren, die is te vroeg dood gegaan, die heeft te lang geleefd. Het is allemaal te kort en te lang of het deugt niet. Vanuit die compleetheidservaring is het altijd exact, het is gewoon wat het is. Niet goed of slecht, maar gewoon wat het is. This is it. Er zijn nu niet meer mensen hier dan er zijn. Zijn er daardoor te weinig of te veel? Het is wat het is. Nou, in de grond van de zaak, als we terug kunnen naar onze basiservaring, is de ervaring er altijd eigenlijk een van compleetheid. Totdat je in je kop kruipt en gaat denken van ja, maar we hebben de targets niet gehaald, we zijn maar 1,8% gegroeid en het had 2,6 moeten zijn, want dat hebben we op het seminar geleerd. En dan heb je een probleem. Maar die compleetheid die ligt daar gewoon hoor. Niemand geniet ervan, want we zijn op zoek naar een bedachte werkelijkheid. Ja, ik heb liever die compleetheid als vertrekpunt. Weet je wel? En dan kijken wat er te doen valt. Terwijl de meeste mensen doen het andersom. Van, ik moet een relatie, die en die targets halen, zoveel centen verdienen, 3 keer per jaar op vakantie. En dan word ik gelukkig. Mijn vertrekpunt is dat al. Ik ben het al. En de rest is vrije tijd en kijken wat er gebeuren wil. Het is vakantie. Iedereen is aan het werk en Hans heeft vakantie. En ik denk dat iedereen knettergek is. Want die werken allemaal om op vakantie te gaan, om daarna dezelfde waanzin door te zetten. Dan moeten ze 3 weken uitrusten van de waanzin. Ik hoef nooit uit te rusten. Wat niet wil zeggen dat ik nooit op vakantie ga, maar... People are weird. Ik vind die compleetheid in mijn eentje het makkelijkste ervaren. Zo. Ja, zeker. Dus snel opgelost. Maar zelfs zodra ik weer in het verkeer kom, komt dat ego weer bovendrijven. Maar ik merk, ja. Dus misschien ben ik al een stukje als ik het al alleen kan. Ja, maar de test is dus totdat je het in de auto ook kan. Ja, in de auto kan ik het ook wel. Ja, nou goed. Daarom zit ik ook alleen. Ja, nee, maar ik bedoel qua druk te maken. Het is leuk om te kijken af en toe van hoeveel problemen of irritaties of weet ik veel wat niet gewoon ontstaan omdat we onszelf een beetje te belangrijk vinden. Dus iemand dringt voor bijvoorbeeld. Nou, die meneer of mevrouw die vond blijkbaar dat hij belangrijker was dan ik, maar waarom zou ik me daar druk om moeten maken? Ga je gang. Race naar de afgrond, jongen. Ja. Weet je wel, naar je belangrijke whatever it may be. Dat is oké. Oh, relax, cruise control. Geeft toch niks? Laat maar razen. In feite hoef je zelf niks te doen. Niet veel eigenlijk, nee. Veel minder dan we denken. Het ontstaat eigenlijk vanzelf. Yes. Waarbij nog komt dat vanzelf ontstaande bijna niet gezien kan worden als we in de ik-moet-alles-doen-modus zitten. We horen die signalen niet, we horen de GPS niet. Die zegt waar we heen moeten en waar we niet op kunnen, hoeven reageren enzovoort. We zien alleen maar, ja, dit moet ik hebben. Of vermijden. Vreemd fenomeen eigenlijk. Ja, nogal. En dodelijk vermoeiend en het helpt niet, want je gaat je er niet goed en veilig en gelukkig van voelen. Je bent gewoon permanent gestrest.
Ik vind niet veel aan stress. Jullie? Iedereen doet daar aan, maar ik heb er niet veel mee op. Ook is dat niet leuk, lekker? Ja, maar dat is iets anders. Als ik adrenaline wil, dan ga ik even ruzie maken in de lokale kroeg. Met iemand die ik aan kan. Dat dan weer wel. Uitgekiend. Oké, okay, pauze. Ja, dankjewel. Any point you to the sky.